Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 1 live video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag spelen wij zoals je zelf ook al... Oh, ik loop het al in. Vandaag spelen we zoals je zelf ook kan zien een Team Deathmatch potje op map Nuketown 2025. En dit was fucking retard, want ik drukte de verkeerde knop in. En daardoor... Oh my god, holy shit, er stond daar een C4. Of een Claymore. Ik noem het altijd een C4, ik moet er echt een keer mee stoppen. Ik noem steeds een Claymore een C4, maar dat wil ik helemaal niet. Dat zo heet het helemaal niet namelijk. Maar we gaan vandaag kijken of we een mooie score kunnen gaan neerzetten met de meeste gouden MP5K van mij. En als dat lukt is het natuurlijk awesome. Als dat niet lukt en er zit iemand te campen achter een stoeltje, dan is het niet zo awesome. Maar we gaan gewoon ons best doen, want dat doen we altijd. En als jullie dit leuk vinden mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op like nog. Want dat zou ik en iedereen awesome vinden. De balkens. Ik heb steady aim aanstaan op mijn MP5K. En wat dat doet, is je kan natuurlijk beter hipfiren. En wat dat doet in Black Ops 1, is dat je gewoon letterlijk alles kan hipfiren. Dus elke kill die ik nu wil maken... Oh, kut, dan moet ik wel raak schieten. Kan ik nu gewoon hipfiren als ik wil, dus ik hoef eigenlijk helemaal niet meer in te zoomen. De potjes gaan super mega snel voorbij, want het gaat maar tot de 75 kills namelijk in deze ouderwetse Call of Duty's. Niet tot de 100 zoals in Black Ops 3. Oh, je redt gewoon naar boven, joh. Serieus? Oh, kut, Claymore. Ga toch heen, joh. Ik noem dat geen C4 deze keer. Ik leer het wel. Oh, kut. In mijn rug. Fuck my life, joh. Ik druk zo vaak de verkeerde knopjes in, joh. Het is hier natuurlijk allemaal omgedraaid. Dus dat is niet zo handig. Oh, wat? Oh, ik dacht dat hij al dood was. Oh, hij staat er nog steeds. Teammates, hij zat er nog. Wacht, ik gooi wel een granaatje op. Maar hij zit daar namelijk. Daar. Boom. Hij is weggerend. Hij is er gepeerd, joh. Oh, die... Oh, nee, final stand. Alsjeblieft niet doen. Alsjeblieft niet doen. Zo doe je dat. Holy shit balls. Teammates, pakken jullie ze maar op, want... What the fuck, had een triple kill, joh. Wow. Triple kill. Heerlijk om te halen. Heerlijk om te halen. Oh, kut. Oh my god. Dat was een granaat. Dat noemen wij nou een granaat. En daarvoor moet je wegrennen. Hij staat er ook gewoon weer, hè, die vent. Hij heeft er zin in, joh, die gozer met zijn kut gekampt. Cobra on the way, dat is de slechtste helikopter die je kan hebben. Hondjes. Kijk, go hondjes, go. Hij zit die boom. Ik moet even die camper killen. Wacht even, eerst even deze vent. Jij bent dood, dan moet ik even die camper hier pakken. Want die zit echt hard te campen nou. Campertje. Dank je, hij is dood. Niks aan de hand, hij is dood. Dan geef hem even om. Lekker hondjes. Lekker MP5-kaartje. We hebben alweer bijna gewonnen. Nog 4 kills moeten er gemaakt worden. Dan zit het er alweer op. En dat is eigenlijk nu. Nog 1 kill. Nog 1 kill. Nog 1 kill. En we hebben gewonnen. Hoppatee. Zo speel je Black Ops 1. Let's go. Ik druk best wel vaak op de verkeerde knop. Dat is niet zo handig in mij op, zeg maar. Dat komt... Ik speel de PS4 controller, zoals je kan zien. En, zeg maar, de L2 en de R1 zijn omgewisseld. Dus eigenlijk moet ik dat nu ook omwisselen op deze game. Maar ja, weet je, fuck it. We gaan gewoon door. We spelen nog één potje erachteraan. Nog een Team Deathmatch game met dezelfde class. En hoop ik dat we die ook gewoon goed kunnen winnen. Dus tot zo. Zijn we weer jongens. Game nummer 2. Zelfde kant. Zelfde wapen. Zelfde class. Zelfde map. Zelfde game. Kom maar op. Als dat niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. Twee stunnetjes gooien. Hoppatee. Iedereen gooit het. Dus dan doen wij het natuurlijk ook. En als 1 assist, daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Holy shit. Holy shit. Je komt gewoon in één keer achter me, joh. Die vet, die had er zin in, man. Oh, hij wilde niet dood, joh, die vent daar op de grond lag. Kut. Je krijgt zoveel assisten altijd, gek. Dat is niet normaal gewoon. Maar die stuns heb ik natuurlijk ook niet voor niks aan staan. Die moet ik goed gebruiken, want in deze game... In deze game zijn ze best wel heel erg fijn om te gebruiken namelijk. Go, 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 stuns. Holy shit, gek. Doe even normaal, joh. Gekke man hier, hoor. Spyplane is ready for deployment. Friendly spyplane inbound.
zo, je schoot mis met je Olympia. Dat is een Olympia, dat is een double barrel shotgun. Super laag om te gebruiken. Mijn probleem ermee is, je hebt maar twee kogels. Get wrecked, vriend. Oh, hallo teammate. What the fuck, joh, waar zitten al die enemies, man? Zitten allemaal boven zeker, of niet hier? Oh, teammate heeft ze al, teammate heeft ze al. Laat maar zitten. Ja, ik probeer er ook nog één te killen, maar teammate heeft iedereen al, joh. Hoppa, Blackbird, inroep dat ding. Ze gaan weer boven zitten, hoor. Ik herhaal, ze gaan weer boven zitten. Oh, joh, uit een Olympia. Als die kogel raakschoten was ik de lul geweest, was ik ook dood geweest. Olympia. Ah, kut, die schoot mis. We hebben wel weer de doggies in de map, dus die kunnen sowieso weer wat verkennen natuurlijk. Heerlijke scores die komt te gebruiken, die doggies. Team heeft ook een Huey. Het is wel een beetje handig om op te letten, teammates. We hebben alweer bijna gewonnen, joh. Oh, kut! Oh, shit! Hij spannen daar nog! We hebben alweer bijna gewonnen, mooi. Ik doe helemaal geen ene zak. Maakt verder niet uit. Maar we hebben alweer gewoon weer bijna gewonnen, joh. 10 kills. Teammate heeft zelfs een fucking Kiwi ingeroepen. Dat is een helikopter van 9 kills. Die is wel overpowered, daarentegen. In plaats van de Kiwi, of de helikopter van 7 kills. Hoppa, we hebben alweer gewonnen. Klaar! 27-3, teammate 32-2. Je ging fucking beest, teammate. Ik weet niet hoe je deed, maar we gingen allemaal beest. Dat is hoe je Black Ops 1 speelt. Dat was echt een mega snel potje, gek. En dit is de helikopter van 9 kills. Dat ding is zo fucking sterk. Dat is niet gezond. Maar we hadden doggies aanstaan. Die zijn veel leuker om te gebruiken in mijn ogen. Dus ja, wij hebben natuurlijk ook wat mensen gekild. En ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je nou op een grote ram natuurlijk zo'n kaart hebt, like op. Bedankt allemaal voor het kijken. En 5 kaars. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.